Dit is Judith Tjone en ze is 28 jaar. Ze is getrouwd, ze heeft 4 kinderen en het is de 9e juni 2010. Dit is Judith. Ze heeft het koud. Her main complaint is astma. She feels weakness and shortness of breath. This starts in the afternoon hours, worse at 5 p.m. So it starts at 5 p.m. and it remains the whole night. She feels pain in the chest and the sides of the chest. She has this problem since 2003. 7 jaar astma. She feels better when sitting right up with the knees drawn up. Most important modality of this case. She is worse on lying. She is worse while talking. She is better being quiet. Misschien ging dat iets te vlug. Je zult van bijna alle casussen gaan zien dat het heel korte verhaaltjes zijn. En dat wat het is, dat is het. Meer is er niet, meer komt er niet. Bovendien, je hebt de wachtkamer gezien. En die moeten ook allemaal vandaag. Dus enig tempo geboden. Dit is niet de wachtkamer waar Judith in zat, maar dat was een andere wachtkamer. I found some rubrics. Respiration, asthmatic, sitting erect, ameliorates. Respiration difficult, sitting erect, ameliorates. Zo gauw het gaat over astma en benauwdheid enzovoorts, kijk ik bij het hoofdstuk respiration altijd, zowel bij respiration difficult als respiration asthmatic. De subrubrieken lopen vaak parallel, niet altijd. Ik dubbel ze vaak. Ik kijk in ieder geval bij beide rubrieken. Misschien is de rubriek bij asthmatic wat kleiner omdat het puur om pathologie gaat en homeopathie een beschrijving van de symptomen is. Dat zou kunnen. Respiration sitting erect ameliorates. Het is een von Bunninghausen rubriek, denk ik. Het gaat hier niet om een symptoom, maar alleen maar om een, in feite om een modaliteit op respiration. Dat vind ik zelf het lastige van de von Bunninghausen rubrieken, omdat ze nooit uitgaan van een symptoom, maar puur van een generaliteit. Je weet dan nog niet precies waar het om gaat. Ik heb al veel van die rubrieken helemaal in detail uitgezocht en het maakt het er vaak niet makkelijker op. Naarmate de repertoria dikker worden, worden ze daardoor ook wel wat verwarrender. Respiration difficult, lying aggravates. Het is een grote rubriek, maar vooruit, als je de vorige een beetje kunt onthouden, dan zie je iets. And after searching the repertory, I put a question. Ik heb er een vraag gesteld. Ik had een idee en ik heb er een vraag gesteld. De vraag was deze. How about order and how about organization of your household compared to other people's households? En daar komt haar antwoord. She replies, I have to resist myself to tell people how to organize their households. Ruth, one of the 12 health workers, die zul je wel zien in de loop van de dag, running the homeopathic clinic, knows her, she is a proper citizen and she will never break a rule. En daarmee is het medicijn gekozen. Her answer was so clear that he had no doubt about the remedy. The choice of the remedy is based on a physical symptom confirmed by a mental characteristic of the remedy. Kalium carbonicum 30. We gaan, ik weet niet wanneer het eerste consult was. Heeft iemand dat genoteerd? 2010. Het was in 2010. Begin juni, 3 weken later. She's back in clinic. She feels much better. Breathing is normal. She can work. Energy is much better. And she feels very well in all aspects. I ask her permission to present her case at home. She's very okay with that. She's very thankful. Nu gaat de casus in de war lopen. Let op. I talked to Ruth about potencies up and down. Up and also down. This is a very pure case. Naar mijn idee is kalium carbonicum zo goed passend bij haar dat ze in de loop van de jaren, mocht ze een terugval krijgen, dat je met de 30, de 200, de M en de 10 M naar boven kunt en volgens de regel van Kent ook weer naar beneden. Zolang zij datzelfde beeld blijft vertonen, wissel je medicijn niet. En ik probeer het aan Ruth uit te leggen. Ruth is een...
Malawische vrijwilligster die werkt in de kliniek voor homeopathie, die op dat moment 4 jaar les gehad heeft in homeopathie, puur vanuit de materie medica. Geen repertorium, alleen maar proberen verhalen te onthouden. In Malawi, in de kliniek van Malawi, die zul je straks zien, zijn geregeld invliegende westerse homeopaten die allemaal hun eigen verhaaltje vertellen en iets proberen duidelijk te maken. En uit die chaos van al die westerse homeopaten moeten deze Malawische vrijwilligers dan langzamerhand maar een homeopathie zien te destilleren. En ik doe er ook lekker aan mee. She stopped all allopathic medicine. Now she has a problem with her teeth. Ze denkt, oh, homeopathie werkt. Ik heb nog een probleem. Pain since 1 month. In one tooth there's a big hole, gives pain in the lower side of the jaw, in the left side of the lower jaw. Last molars in left and right side are rotten, quite a big problem. Pain is stitching as if something is cutting in the molar. Pain is better by drinking warm water. Today it's very bad, she did not sleep at all. Worst time these days is 16 o'clock. Stitching pain in lower molars. Analysis. To my opinion, it's almost impossible to cure this with homeopathy. The pathology in both molars is too bad. The only thing I can do is to help her with the pain and to refer her to a dentist. Je kunt omtrent zulke slechte kiezen iets doen bij de pijnverlichting met homeopathie, maar dit repareren, dat soort wondertjes, kom ik toch niet elke dag tegen. Ook in 4 uur 's middags zit het medicijn causticum. Het is niet zo interessant om al deze rubrieken te zijn, maar vanwege de stekende pijn en de vererging om 4 uur koos ik causticum. Causticum 30 en I advised her to look for a dentist. Dan wordt het 30 juni. She comes to the clinic again. Karin van Leer is een Nederlandse die deze kliniek ooit heeft meehelpen op te zetten. Volgt mij op nadat ik er 2 maanden geweest ben. En zij doet nu de kliniek en we praten samen over deze casus. Judith went for the dentist for extraction of this molar. Could not be saved. Nee, dat wisten wij ook wel. Right after the extraction, her asthma was back. Auscultation, lungs are clean. Nou lopen er 2 problemen door elkaar. Er was astma, dat is beter op het medicijn. Daarna is het genezingsproces gestoord, verstoord door de kiespijn en misschien door causticum en is de astma terug. It's really a pity that these 2 problems had to be solved almost together. Why a relapse? Perhaps the anesthesia of the dentist antidoted to remedy. Perhaps causticum antidoted to remedy. I think the recovery was still fragile and the best thing to do is just repeat the remedy. So we start again with kalium carbonicum 30. Begin maar gewoon weer opnieuw. Medicijn was goed. Beeld klopte. Probeer het maar. No follow-up anymore. In the file there was no follow-up after the 30th of June 2010. Dat vind ik niet leuk, want een homeopaat heeft pas een casus als hij een follow-up heeft. Jullie willen ze allemaal zien, al die follow-ups. Dat wil je heel graag. Ik ook. Also in 2011, I could not find a follow-up in the file. She had not shown up anymore. Yet I like to know very much how she was doing. This was one of my first cases in Malawi. Therefore I asked Ruth, who knows everyone in the area, to find out how she was doing. And after some days, there came the message. There's a message from her husband, and since kalium carbonicum 30, she is very well again. There's no trace of asthma anymore, and she can do all she likes to do. Dat is de reden waarom ze niet terugkomt. Want waarom zou je zo'n eind komen lopen om te vertellen dat het wel goed gaat met je? Langzamerhand heb ik in Malawi geleerd, geen bericht is goed bericht. Desondanks verzamel ik heel graag follow-ups, en je zult ze zien. She's perfect. She lives too far away to come to the clinic. She thanks the doctor very much and is greeting him. Een jaar later, she is feeling better and she said this year she was without any problem. Yes, asthma came for a short time, but not as it was before our remedy. It came, but only for a short time.
She has come for a remedy. Kalium carbonicum LM3. Switch van kalium carbonicum 30 naar LM3, omdat er vast een witte homeopaat naast zit die een LM-fanaat is en dat LM-potenties gaat adviseren. En Ruth moet het allemaal maar bijhouden. Waarom kiezen ze de ene keer een 30 en waarom kiezen ze de andere keer een LM? Wat is dat toch allemaal? Deze Malawiërs hebben in feite geen verweer tegen het witte volk. Maar ja, die zijn de autoriteit. 26 maart, Ruth. She has just sent her husband to tell that she has finished the remedy and she's having cough. Kalium carbonicum LM1. Ik weet niet waarom iemand teruggaat van LM3 naar LM1 en wat de gedachten er allemaal... Wat ik gedaan heb, is toen ik in 2012 weer terugkwam, is stelselmatig alle casussen die ik heb gefotografeerd en had vastgelegd, dat ik die allemaal in de dossiers heb nagezocht, dat ik die allemaal heb gefotografeerd en dat ik ze dus allemaal ook uittyp, zodat je precies ziet wat er in het dossier staat. Je kijkt nu mee in een dossier in Malawi. Daarin laat ik geen woord weg, ik voeg geen woord toe, dit is wat het is. Ik heb ook te doen met dit soort warrigheid. Maar je krijgt een beeld hoe homeopathie in Malawi werkt. Van kijken naar een kindje. Dus op 13 mei 2011, het is een kindje van 6 maanden oud. Hoesten en niezen, zeer veel niezen. Het lastige in het werken in Malawi is dat de patiënten spreken en denken in Tumbuka. Dat is hun stamtaal. Elke stamtaal in Afrika is beperkt van woordenschat. Je hebt niet zoveel woorden nodig. Dat betekent dat voor de vertaling naar het Engels het heel lastig is. Er is eigenlijk geen rijkere taal dan de homeopathische taal. Omdat die nou ja, een verzameling is van talen van de hele wereld, van het Grieks, van het Latijn, van het Engels, Engels over de hele wereld en allerlei andere vertaalde talen, een zeer rijke taal. Zo gauw een Malawiër hier in deze regio iets heeft wat gaat over de ademhaling, dan heet de klacht Sikof. Dat is het Tumbuka woord voor ergens hier gaat iets fout, Sikof. Dat is niezen en hoesten, dat kan zelfs pijn in de keel zijn, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Om er echt achter te komen wat het dan precies is, daar hebben zij geen woorden voor. En dat maakt het lastig. Dus hoesten en zeer veel niezen, het is maar de vraag of het echt meer niezen dan hoesten is. Ik weet het niet zeker. Het is erger in de nacht rond 1 uur. Met name het niezen is erger in de nacht. Ik hoop het. Ik doe mijn uiterste best, ik zet mijn vertaler stevig onder druk om het zo goed mogelijk te vertalen, maar hij moet het ook doen met de taal van de patiënt, de taal van de moeder van de patiënt. Hoest is nat, geen droge hoest. Opgehoest slijm en slijm uit de neus ziet er melkachtig uit. Dit wordt interessant. Een homeopaat praat en leutert en kletst en luistert totdat hij een stevige tak heeft waar hij aan kan blijven hangen zonder in het ravijn te vallen. En dit is kennelijk zo'n stukje. Nose, snuffles in children, dat geprut. Snuffles in children, rubriek in het repertoire. Dit is een casus die ik gemaakt heb voor een grote zaal met mensen. Ik moet ze hier en daar even iets uitleggen wat een repertoire is. Maar gelukkig weten wij dat allemaal. Ik vond het niet genoeg. Mijn vraag aan de moeder was, is er iets bijzonders wat u me kunt vertellen over dit kind? Vertel iets bijzonders. Ik weet dat die vraag bijna, meestal wordt het niks bijzonders. Het is gewoon een goed kind, een playful child, zeggen ze dan. En dat is het dan. Toch, mijn vraag aan de moeder, is er iets bijzonders? Want tot nu toe schiet het voor mij nog niet erg op. En haar antwoord, dit kind leidt aan hoest vanaf het moment dat hij geboren is. Oké. Toen ging mijn repertorium open. Als iemand een klacht heeft sinds die geboren is, dan krijgen we daarmee een klein berichtje over. Ik wil wel heel langzaam praten, jullie laten nadenken, maar waar krijg je dan zicht op? Wat speelt er dan? Ja, helemaal goed. Geweldig. Prima. Plus. Heb je vandaag al. Dat is een miasmatisch symptoom.
Daarom de rubriek. Journals, history, personal history, chest complaints of chest complaints. Als het het miasma is, dan zou je ook kunnen bedenken welk miasma het is. En dan kun je gelijk de rubriek zelf gaan invullen. Heeft iemand een idee welk medicijn er in deze rubriek staat? Wees niet bang, wees niet bang. Ik top ook wat af. Probeer er met elkaar wat moois van te maken. Tuberculinum. Daar komt hij. Kijk eens. Nou ja, dat is één pot nat. Nose snuffling. Nicopodium nux vomica is belangrijk in deze rubriek. Sambucus is belangrijk. Ze zijn voor mij niet per se belangrijk omdat ze er driewaardig in staan, maar omdat ze nou een beetje opvallen. Je zult straks zien dat ik ook heel veel hou van eenwaardige medicijnen in een rubriek. Dat kan ik ook heel, heel prettig gebruiken. No snuffling in children in newborns. Dit is eigenlijk niet meer een newborn. Dan is hij al net iets te oud voor, is een half jaar. Dan is hij omdat hij eruit ziet zoals hij eruit ziet, is hij al geen newborn meer. Dus geniet hem niet meer zo'n klein babytje. Hij is al 6 maanden, maar het is nog maar 6 maanden, maar toch niet. Ik overwoog nog kaliumchloratum vanwege expectoration milky. Kaliumchloratum waar ik niks van weet, maar die ik dan toch maar zie. En die ik, want tijdens het consult, dat vliegt. Mijn repertoire gaat steeds maar open. Ik kijk ernaar. Nose discharge, white, daar is die weer. Maar dit medicijn past niet evenmin als sepia. Ik zou daar niet zo snel voor kiezen. Vanwege de miasmatische belasting. Duidelijk vanaf het moment van zijn geboorte koos ik Baxilinum. Baxilinum 200. Waarom de 200? Omdat de 200 daar in de apotheek staat. Het is eigenlijk altijd zo. Je zult later een keer, misschien als we eraan toekomen, een voorschrift Ambragrisea 12 zien. Waarom 12? Nou, omdat ik heel graag deze dame Ambragrisea wil geven, maar de 12 is de enige potentie. Dan noemen we dat. Kies je altijd wat er... Nee, ik heb ook wel eens iets niet gekozen wat er wel stond. Ik herinner me een Guaiacum, reumatisch medicijn, reumatische pijn in de knieën, beter door koude applicaties. En er stond een 500 voor een oudere man. Toen dacht ik, dat gaan we niet doen. Dat durf ik dan niet aan. Dan is de potentie me te hoog. Met, als het medicijn past, misschien te grote consequenties voor de constitutie. Dan doe ik dat niet. En in dat geval, dan maar een sms naar Joyce. Wil je Guaiacum 12, Guaiacum 6 en Guaiacum 12 opsturen? Dat komt dan wel een keer hier naar de praktijk. Ze weten wel over wie het gaat. En dan roepen ze hem wel op en zeggen, je medicijn is er. Maar geef hem geen 500. Mijn idee. In een noodgeval kan alles. Maar als je een beetje ruimte van werken hebt, dan is het beter om het wat rustiger aan te doen. In deze casus probeer ik het kind te beïnvloeden door hem in het centrum van zijn probleem te raken door middel van het geven van een nozode. Een nozode, ja, dat sla ik even over. Wanneer er geen reactie op gang zou komen, zouden we alsnog kaliumchloratum of misschien sepia nog overwogen kunnen worden. Maar ik verwacht en ik hoop heel erg dat Baxilinum het hier doet. Baxilinum lijkt veel op tuberculinum, maar omdat het repertoire Baxilinum noemt, doe ik dat. Dus ik laat me leiden door het repertoire, waarom ook niet. Auteurs, ik sla dit even over, dat lees je wel. Ik heb natuurlijk uitgezocht waar komt dat zinnetje vandaan dat Baxilinum dit is. En dit is de vermelding in Clark. In Clark staat, an intercurrent course of Baxilinum will often make a wonderful change in patients who have a personal or family history of chest affections. Dit is de onderbouwing uit de literatuur voor die vermelding in het repertorium. Ik doe dat graag. Proberen uit te zoeken wat is de onderbouwing van het feit dat dit medicijn op die plaats in het repertorium staat. En dit is alles. Meer is er niet. Goed idee om tuberculinum en Baxilinum opnieuw te bestuderen. Dat komt allemaal wel. Ik laat dossier zien. En hier staat mijn geschreven dossier. Dat is precies hetzelfde als wat je straks gezien hebt. Hier in de kantlijn, daar staat mijn vraag aan de moeder, die ik er nog weer tussen gepropt heb. Anything you like to tell me about this child?
She said, "This child suffers from cough since birth on. I cannot find a good remedy for the symptoms." Rubriek, daar is de rubriek. Ik schrijf in de dossiers de rubrieken ook wel uit, zodat mijn opvolgers kunnen zien wat ik gedaan en bedacht heb. Dan wordt het 1 augustus 2011. Manuel, een Zwitserse homeopaat. Reactie op Baxilinum. Geen hoest meer na het medicijn. Dit kind is bezig de eerste twee tanden te krijgen. Hoest nu sinds 3 dagen. Gisteren was het overgeven, was er overgeven en koorts. Calcarea 30. 1 keer per dag. 27 september. Petra, een Zwitserse homeopaat. Was beter na Calcarea. Diarree en braken sinds gisteren. 3 keer en 2 keer de afgelopen nacht. Ontlasting stinkt naar verrotte dieren. Het overgeven komt korte tijd na de diarree. Hij eet en drinkt veel. Hij zweet op zijn hoofd dag en nacht. Natte, productieve hoest sinds 1 week. Erger gedurende de nacht. Calcarea 30. 2 keer per dag gedurende 3 dagen. Wanneer de hoest terugkeert, Calcarea 200 droog op de tong. 20 oktober, Eva en Sina, Zwitserse homeopaten. Hoest en diarree zijn beter na Calcarea. Overgeven na hoest sinds 3 dagen. Braaksel ziet er melkachtig uit. Melkachtig, dat heeft hij toch wel iets mee. Een homeopaat die het hele dossier zou lezen, die als je daar al de tijd voor hebt, die zou zeggen, oké, maar nou ga ik toch die melkachtige medicijnen eens doorlezen, want misschien... kan het zo zijn dat hij op zijn miasmatische belasting een beeld gebouwd heeft waarin dat symptoom melkachtigheid zit. En als je dat interessant vindt, dan zoek je het helemaal uit en dan ga je kijken, is er een beter passend medicijn? Maar door de wisseling van homeopaten komt het daar zelden van. En degenen die daar in de kliniek de homeopathie toepassen, hebben niet het doorzicht om over al dit soort dingen allemaal na te denken. Dat gaat niet helemaal. Dorstig kind, zweet over het gehele lichaam, slaapt niet onder een deken, sleeps uncovered, sulfur 30, 1 keer per dag. Analyse. Met een miasmatisch medicijn, Baxilinum, wordt een diepgewortelde klacht met redelijk goed effect behandeld. Direct daarna vervolgt het kind zijn leven op een manier die je gewoonlijk ziet bij zich normaal ontwikkelende kinderen. Je ziet gewone ontwikkelingsklachtjes optreden. En dat is natuurlijk wat we willen, want dat cough since birth on, dat willen we niet zien. En dan te bedenken dat hij maar heel korte tijd Baxilinum 200 heeft gehad. Hoe snel en diep die miasmatische belasting. Is opgeheven. Slechts enkele dagen Baxilinum. Opvallend. Onduidelijk blijft of collega's begrijpen wat hier gebeurd is en de waarde van de nozode zien. Je bent in feite je symptoom, die doorlopende hoest, die ben je kwijt, maar er zou nog wel iets voor te zeggen zijn om die nozode toch iets vaker en iets meer te geven om te kijken of je daarmee iets meer kunt opbouwen waardoor die niet steeds klacht ontwikkelt, al vind ik dat hij niet heel veel klacht ontwikkelt. Je ziet de gewone kinderdingetjes die komen. Er is parallelle casuïstiek aan dit verhaal waarbij je ongeveer hetzelfde ziet gebeuren. Dat grote klacht waar het om gaat dat die verdwijnt en dat daarna de gewone kleine alledaagse kinderklachtjes beginnen. Die je natuurlijk kunt behandelen. Het is in mijn optiek bijna niet mogelijk om iets te doen waardoor zelfs die normale ontwikkelingsklachtjes niet zouden ontstaan. Waarom? Die horen er gewoon bij. Bovendien is de druk, de belasting daarvan, nou ja, slechte behuizing en wisseling van temperatuur, van kou en misschien het voedsel, misschien het vieze water. De woonomstandigheden zijn zo slecht dat het bijna niet kan dat een kind zijn leven doorgaat zonder daarop te reageren met het maken van acute ziektes. Je zou het hier in Nederland wat vaker wensen dat we van dat soort acute ontwikkelingsziekten doormaken en daar komt het gewoon voor. Daarbij is het, zie je dat calcarea en sulfur worden gekozen op gronden die ik misschien, ja de meeste snap ik dan wel, maar voor het voorschrift Baxilinum moet je het begrijpen. Moet je je repertorium kennen, moet je durf hebben en denken, oh ja, ik ga het hiervan verwachten. En moet je de miasmatische belasting in grote lijnen kunnen snappen. Oh, zo zit het in elkaar. Een kleintje.
Clemens Boter. Dus 8 jaar. Het is 11 mei 2011. Daar is hij. He comes to the clinic on his own, quite normal. Ik wil er straks nog wel een laten zien van 8 jaar die in er eentje komt. Een kind van 8 jaar die in er... Dat gaan we hier niet meemaken. There is cough since 1 week and it's a dry cough. Bloody discharge from the nose after coughing. After my question about the bloody discharge, this is not an epistaxis, but just a bloody discharge. Drinking water does not help. Bloody discharge from the nose, het eerste woord wat ik aan denk, dan is epistaxis. Maar een bloody discharge is geen epistaxis. Cough is worse during the night. Every time he coughs, there's only one cough. Together with the cough, there's also pain in the throat. Ah. Nose, discharge, bloody, cough, during. Klopt dit symptoom, klopt de rubriek met het symptoom? Ja. We kijken even naar de rubriek. Capsicum zegt, dit kan ik. Cough paroxysmaal consisting of one cough. Elke keer one cough. Calcarea zegt, dit kan ik. Als er nou in allebei die rubrieken capsicum had gestaan, of dan waren we natuurlijk helemaal... Nou moet ik kiezen. Ik kies capsicum 30. Want ik vind bloody discharge during cough vind ik aparter dan cough paroxysmal consisting of one cough capsicum. Ik hou er ook van om voor calcarea... Je zult zien dat ik geregeld op heel weinig informatie medicijnen kan kiezen, maar toch hou ik ervan om calcarea te kiezen als er iets meer is voor calcarea. De kleine medicijnen kun je iets gemakkelijker kiezen op een enkel symptoom en de polycresten wil ik, dat zou misschien kunnen, maar de polycresten wil ik graag toch ook kiezen voor als ik iets meer informatie heb. For me, this is really again a case according to aphorism 153, strange, rare and peculiar. Wie van jullie heeft er bloody discharge from nose als die hoest? Dat hebben jullie niet. Dat heeft hij. Dat heeft hij. En dat heeft capsicum. Wat betekent een eenwaardig vermelding in het repertorium? Het kan het zijn dat medicijn dat symptoom heeft doen ontstaan tijdens een testing. Maar vaker betekent het dat dit medicijn in staat is om dat symptoom te doen verdwijnen bij iemand die het had. Het is wel leuk dat een medicijn in een proeving, in een testing, symptomen naar boven kan roepen. Maar het is nog veel leuker als een medicijn in staat is om een medicijn om een symptoom te doen verdwijnen. En vanwege dat laatste ben ik heel blij dat die eenwaardige medicijnen vermeld staan in het repertorium en in de rubrieken. Capsicum zegt, ik heb het niet voor alle eenwaardig, dat kan niet dat ik dat voor alle eenwaardige uitgezocht heb. Maar Capsicum zegt, dit kan ik. Mooi. Wat Clement laat zien is in feite een zwakte in zijn verdedigingsmechanisme. En de zwakte in zijn verdedigingsmechanisme, dat kleine stukje, dat ene kleine stukje, dat loopt exact parallel met iets wat Capsicum zegt. Capsicum wordt in feite de ingang in het doolhof naar het centrum van zijn vitaliteit. Of dat zo zal gaan werken, dat weten we alleen maar door het te gaan doen. Only one can learn something about homeopathy only by experiments and observation. Dit wordt een experiment. Capsicum geven is een experiment. En daarna is het opletten geblazen. Kijken, wat wordt het? Yo. Voor mij werkt het zo, you hear the story, you think, what's that? You investigate more and then after opening the repertoire you think, this is strange, rare and peculiar.
And there's a remedy telling this story. And then you choose the remedy. Dat is voor mij gelijksoortigheid. Op, niet over de hele casus. Dat is naar mijn optiek ook heel vaak niet nodig. We hebben een gelijksoortigheid nodig op een karakteristiek stukje van de patiënt. En omdat niemand zijn vinger opsteekt, dat die ook zegt, ja, maar ik heb ook bloody discharge during cough, denk ik, oh, maar dit is strange, rare and peculiar. En dat levert de opening naar de dynamis van Clement. Als ik het nou eens heel theoretisch moet zeggen. Het komt hier vandaan, Hering zegt het, bloody mucus discharge from the nose when coughing. En teruggaan naar de casus of de patiënt waar het uitkomt, dat is mij niet gelukt. Ik besteed er even tijd aan, maar niet heel veel tijd, want dan denk ik, ja, nou ga ik weer andere dingen doen. Ik heb dit nu zo vaak gedaan, dat ik er langzamerhand wel op vertrouw. Ik vertrouw het repertorium terwijl ik het gebruik. En ik bestudeer het repertorium thuis weer om na te gaan of het allemaal klopt. En langzamerhand leer ik bij stukjes en beetjes welke stukken ik wel kan vertrouwen en welke niet. En in grote lijnen, als ik aan het werk ben, voor al die mensen die onder de boom zitten, Dan is mijn wantrouwen ten opzichte van het repertorium, wat er zeker is, dat valt helemaal weg. Dan doe ik het met wat er staat. Daar schrijf ik op voor. 7th of June 2012, we gaan een jaar later. The remedy helped much. That's why he has come again. Cough and bloody discharge from the left nostril. Oh, kom terug. Dry cough. Cough paroxysms, worse at night, worse walking, better sitting, also pain in the throat during coughing, same problem as before. I stay with Capsicum 30 three times a day and then one time a day, stop when better. En dat zegt Andrea. Andrea is een man, is ook uit de groep van 14 homeopathic volunteers, gelijk niveau als Ruth, en omdat hij intelligent is en een heel, heel, heel harde werker en alles wil weten van homeopathie, wordt hij langzamerhand beter. En van Andrea zul je wel iets meer horen en je zult ook iets zien van hem. Herhaling van het medicijn een jaar later, prachtig. Je kunt altijd zeggen, ja, maar nou komt het terug, nou is hij niet echt beter. Nee, dat is waar. Maar in deze situaties gaan kijken wat het constitutiemedicijn en eventueel de miasmatische deblokkeerder zou moeten zijn, dat is niet te doen. Dat is niet te doen vanwege de aantallen en ook niet vanwege de taalbeperking die er is. Wat het verschil is tussen, in grote lijnen tussen wat ik ervan zie van Malawi en de streken waar ik woon, is dat de bezigheden in Malawi zich bijna altijd centreren rondom zorg dat we vandaag en morgen te eten hebben. En wat onze zorgen, zo in het algemeen gesproken, als je gewoon naar de samenleving kijkt, is vooral, we willen veel vrije tijd en we willen vakantie en we willen spullen en we willen dit en we willen dat en we willen zus. Malawiërs willen heel graag geholpen worden bij datgene wat hen van hun dagelijkse bezigheden afhoudt, zorgen voor eten. En daar, op dat vlak, kun je met homeopathie daar heel erg veel doen. En omdat de verhaaltjes kort zijn, dit is verhaaltje nummer 3 geloof ik nou, omdat de verhaaltjes kort zijn, kun je er in korte tijd ook heel veel. Ik kan wel een enkele heel lange casus laten zien, maar dat is een uitzondering. Een consult van drie kwartier, een eerste consult van drie kwartier, is hier in deze streek heel erg kort. Ik heb een enkeling in Malawi gedaan waarbij het consult drie kwartier duurde. Meestal is het 10 minuten, een kwartier, 5 minuten, dat is het. En dan zijn het eigenlijk allemaal van dit soort verhaaltjes. Deze is ook leuk. Het is een heel kortje, dat kun je wel zien. She is born on the 5th of November. She is almost 4 years old. Over Tazima zal ik straks iets meer vertellen. Dit is Tazima casus 1312. Dat betekent dat ze in Tazima de 13e patiënt is in 2012.
Het centrum in Malawi ligt, ik zal straks de kaart wel laten zien, ligt in het noordwesten van Malawi. En vanuit dat centrum vinden op afstand van 25, 30 kilometer in de satellietdorpen vinden bezoeken plaats, zogenaamde outreaches. En dan één keer in de maand vertrekt er een ambulance vol met mensen en spullen naar zo'n dorpje. Een van die dorpjes is dan Tazima, om daar ook homeopathie op zaterdag te gaan bedrijven. En dan zitten ze onder de boom zoals je ze onder de boom zag zitten. En die groep die daar dan zit, die hebben aan het eind van de dag dan allemaal hun medicijn gekregen. De 13e. En om de 13 is een laag getal. Dus je zult straks misschien wel eens vaker elkaar. In Tazima, het is de 11e augustus 2012 is de dag. En dat is de eerste dag dat er outreach begon in Tazima. En zij is de 13e patiënt. Ja. De volgorde. Is dat ook eerst onder de boom aangekomen? Ja. En in de kliniek in Luviri, in het centrum van Eva de Maya, daar hoort het eigenlijk zo te zijn dat degene die, waar ze aangemeld worden voor behandeling, dat die in feite ook een soort eerste screening doet. Van hebben we te maken met iemand die van een zeer acute, die moet dan eerst. En de constitutionele of de chronische, die kunnen wel wat langer wachten. Maar Malawiërs, ik zit hier als eerste. We gaan niet voor je beurt, dat is een heel, dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ik zal straks eentje laten zien van een kindje wat onder die boom zat. Dat weet ik zeker, die heeft onder die boom, dan zal ik dat kindje laten zien. We doen eerst maar even deze. She suffers from cough her whole life. Nou, dan weten wij het medicijn nou al. Zou je dat durven? Zou je dat durven? Om dan te zeggen, nou, die geef ik Baxilinum. Waarom niet, hè? Waarom niet? We gaan toch ook niet heel lang zitten nadenken als er iemand van de trap afvalt. Die geven we toch ook al, denken we toch niet. 20 mensen vallen van de trap. 19 komen als arnica beneden. Misschien 1 als hypericum. Daar besteden we niet veel tijd aan. Hoe heftiger, hoe ernstiger het is, hoe groter de druk, hoe harder we zullen rennen, hoe sneller we zullen kiezen. Kijken of deze Baxilinum krijgt. Joyce is de homeopaat. In die dag in Tazima werkte ik met Andrea en Joyce werkt met Agnes. Wij proberen ze iets meer, we proberen ze, het klinkt ook arrogant alsof wij ze moeten leren, ja ze willen het ook graag. Verdriet en pijn en hoest en koorts is daar ook erg. En ik blijf erbij dat je in korte tijd aan degene die het kan leren, dat vak kunt leren. En het prettige van homeopathie is dat je maar een paar boeken nodig hebt en dat de medicijnen niks kosten. 1 korrel in een flesje van 10 cc met alcohol en je kunt 100 mensen helpen. Voor een dubbeltje. Zoveel kost dat niet. Dat is erg prettig. Als je eenmaal maar zo'n mapje met een paar van die korrels hebt, dan kun je er zo verschrikkelijk veel mee doen. En dat is handig voor in die verre gebieden. Je hoeft niet zoveel medicijnen te hebben. Andrea is iemand die heel graag wil leren. Die zit op het puntje van zijn stoel, die vreet alles op wat ik zeg. En Agnes is ten eerste een bescheiden Malawische dame en die vindt de vragen die een homeopaat geregeld moet stellen erg moeilijk om die vragen aan de patiënt te stellen. Want die zijn heel vaak, ik heb geen goed woord, maar het is embarrassing. Je stelt dat soort vragen niet over nou, onderwerpen die wij niet eens zouden weten, omdat je die cultuur niet goed snapt. En met Andrea gaat dat makkelijker. Ik kan veel makkelijker met Andrea praten dan Joyce met Agnes kan praten. En als we wisselen van partner, dan wil dat wel, want Joyce kan wel makkelijk met Andrea werken, maar dan zit er weer een man naast Agnes en dat maakt het ook weer ingewikkelder. Als ik naast Agnes zit en we doen samen de casus en aan het eind van het verhaal vraag ik, heb jij idee voor een medicijn en weet je een rubriek? Dan zegt ze nee. Ze zegt nee omdat ze geen fout wil maken. Dat schiet ook niet op. She suffers from cough her whole life, no week without cough. She coughs since she was born. She has been vaccinated. Information in the book. Alle Malawiërs hebben een klein vaccinatieboekje, alle Malawiërs hebben een gezondheidsboekje. Zonder dat boek, dat is een klein
oranje boekje waar elke geneeskundige inschrijft wat er gebeurt, wat hij gedaan heeft, zijn diagnose en zijn therapie. Je kunt het niet altijd lezen, maar het staat er wel altijd in. Je zult straks ook wel zo'n boekje zien. En in dat boekje staat dat dit kind gevaccineerd is. She got blood transfusion at young age because anemia after malaria. Wil je nog meer problemen op één bladzij? ID polyvaccination children, but the remedy is not in the travel boxes. Nu zijn er drie medicijnideeën. Want baxilinum hadden we al. En polyvaccination, omdat ze gevaccineerd is, zou je kunnen denken aan polyvaccination children. Maar we hebben het medicijn niet. En baxilinum is er ook niet. Want voor die outreaches pakken we een paar dozen met de meest belangrijke medicijnen en dan heb je er 100. Maar daar zit baxilinum dan natuurlijk weer niet in. En het is wel 30 kilometer verderop. En krijg het er ooit maar weer eens. Dat gaat niet werken. Carcinosinum 200. One time a day for a long time in small sips. Waarom carcinosinum? Carcinosinum is het grote medicijn van afweer en verweer. Afweer. Ik weet niet of mijn woorden in Vlaanderen goed vallen, maar afweer vind ik vooral iets fysieks en verweer vind ik vooral iets psychisch. En bij carcinosinum, bij het beeld van carcinosinum, heeft een heel groot probleem om zijn afweer goed te... Als je afweer helemaal fout is gelopen, krijg je kanker. En als je geen verweer hebt naar je omgeving, dan heb je niks meer in te brengen en dan loopt iedereen over je heen. In die zin zou je carcinosinum wel een groot paraplu medicijn kunnen noemen. Vanwege de bloedtransfusie, ja, dat is het vooral vanwege. Ik weet, er is een rubriek voor bloedtransfusie. General's weakness from blood transfusion, parabenzoquinonum, als ik het uit mijn hoofd goed doe. Maar dat medicijn is natuurlijk nooit nergens te krijgen. En zeker niet in Malawi. Dus omdat, parabenzoquinonum, wie zou het, het is een toevoeging van Farmaster. Maar of je het medicijn ooit zult geven, misschien ga je dat hier in Nederland doen, wanneer iemand een bloedtransfusie heeft gehad en je medicijnen willen niet. Dan zul je na verloop van tijd denken, oh ja, maar er is nog een rubriek van Farmaster. Wie weet, ik ga dat medicijn bestellen en ik ga het geven. Als je in radar gaat kijken naar parabenzoquinonum, dan komt er een heel klein rijtje met symptomen. Dat is geen beeld, het is alleen maar een idee van Farmaster. Dat is misschien een heel goed idee, maar dat werkt niet in Malawi. DD baxilinum, but the remedy is not here. Why baxilinum? Nou, dat wisten wij al. History of personal history chest complaints. 17th of November 2012. En nu hebben we een follow-up. Nou is dus, wat mij betreft, is medicijn nummer 2 gegeven in plaats van 1. De mooiste zou voor mij echt geweest zijn polykindervaccinatie. En zet de hele ontstoring van de vaccinatie maar op met polykindervaccinatie 30-200M en 10M. En kijk wat de medicijnen doen. Ontgifte. En kijken of je die klachten eruit... Wil dat niet? Baxilinum. Wil dat niet? Nou, eigenlijk is carcinosinum een derde keusmedicijn. En nou kijken wat een derde keusmedicijn. Nou is carcinosinum natuurlijk een enorm groot medicijn. Herbergt in feite alle miasma's in zich. En kijken wat zo'n medicijn doet wanneer je dat geeft op de klacht van wat dit kind tot nu toe heeft meegemaakt. Much better after the remedy. No cough now. Only eruption started. Wat willen we nou nog mooier zien na een medicijn dat er een uitslag op de huid komt? Dat is toch helemaal fantastisch. Itching a lot worse at night. I think it is a good sign. The eye is Andrea die het dan op zijn eentje doet. I think it's a good sign. No any problem apart from this. Dan zie je, nou heeft deze jongen heeft wat geleerd. En die heeft niet op een school gezeten, die heeft alleen maar homeopathie geleerd omdat er zo nu en dan eens een keer een westerling naast hem ging zitten en hem wat uitlegde, zo zat het in elkaar. Eigenlijk geen opleiding. En toch heeft hij stukjes opgepikt dat hij zijn analyse van de situatie kan geven. It is a good sign. No any problem apart from this. Dat is goed. Carcinosinum 200. Dry dose en placebo. Hij denkt, weet je wat ik doe? Ik herhaal het gewoon. Dit kind voer daar wel bij. Dat is prima. Mooie follow-up. Derde keus medicijn. Het is mijn stelling dat je heel vaak niet het simulimum nodig hebt om een creatieve reactie in de patiënt te bewerkstelligen. Simulimum is de overtreffende trap van simile.
Similimum betekent de top van de top van de gelijksoortigheid. Er is geen gelijksoortiger medicijn dan het similimum. Voor mij is carcinogenum in de verste verte voor dit kind niet het similimum. En toch doet het heel veel. Als ik hier praat over de 17 stappen van Morrison en Vitulkas, zegt dat jullie wat? Die essentie, totaliteit en keynotes en dan steeds iets eraf en dan main pathology en 3 keynotes en 2 keynotes, 1 keynote enzovoorts. Enzovoorts enzovoorts. En daar zegt Morrison, Vitulkas, Morrison, die zeggen dat wanneer je dat je moet voorschrijven op het allerbeste materiaal. Dus de combinatie van totaliteit, essentie en keynotes. Als je dat doet, dan is er een zeer grote garantie dat dat medicijn een goed effect zal hebben en dat de patiënt daar wel bij zal varen. Naarmate je op een lager niveau voorschrijft, wordt de confidence rate slechter, 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 zegt Morrison. Nu heb ik op al die slechtere confidence rates heb ik ook voorschriften gemaakt, dus op één enkel symptoom. Dus op, desnoods op een, niet op een keynote, maar op één banaal strange and peculiar symptom. Bloody discharge from cough. Dan zou ik toch denken, nou dat is heel ver bij de totaliteit, essentie en keynotes vandaan. En desondanks voorschrijven op kwalitatief minder materiaal, maar als er maar een creatieve ingang zit, heeft bij mij de gedachte doen postvatten dat het zo'n ramp nog niet is als je op niet zo goed kwalitatief materiaal toch een creatief voorschrift maakt. Dan kun je nog aardige, kun je leuke dingen verwachten. Oké, klaar. Dit kindje heeft onder de boom gezeten. Dat weet ik zeker. Ik weet waar die foto gemaakt is. Ik heb hem zelf gemaakt. En ik weet dat op die dag dat ik dat kindje niet gezien heb. En aan het eind van de dag waren er een stel die niet aan de beurt waren geweest. En we waren moe en het was donker en de batterijen zijn leeg en we konden niks meer. En toen hebben we gezegd, kom morgen terug, dan komen wij ook terug. Dat is ongeveer 30 kilometer van het centrum af, in de buurt waar Andrea woont. En toen hebben we gezegd, dan komen we morgen, komen we terug naar Andrea en dan gaan we daar doen. Als je morgen naar het huis van Andrea wil komen, dan gaan we daar verder. En dit is een meisje van 8, je zult er zo dadelijk gaan zien. En dit meisje van 8 is natuurlijk opzij gezet door al die anderen die zeiden, ja maar wacht jij maar, een kind, wat doet een kind er toe? Een kind kan wachten, kind kan wachten, kind kan wachten. Tot het kind zich meldt de volgende dag. 8 jaar. Case at Andrea's Place in Pangala. 15th of May 2011. Andrea en ik, wij doen het. This girl was waiting yesterday for treatment. No time to help her. Now she comes to Andrea's place for treatment. She comes on her own. No one to guide her. That's amazing. Die ziet er niet vrolijk uit, hè? Als ik nou zo doe, is dat beter? She suffers from cramping pain in her abdomen. Kun je je voorstellen dat ze dan gisteren al de hele dag onder de boom heeft gezeten en dan komt ze de volgende dag en dan zit ze daar vlak voor die witte meneer. Dit is ver weg in de bush. Ik denk dat ik de eerste witte ben die ze ooit ziet. Dit is echt ver weg. I try to find out what is going on and it turns out that pressure on her abdomen is a good feeling. I press hard and she likes it. This is really very confusing for her. We are really in the bush and quite sure I'm the first Mzungu she has ever seen. And now this Mzungu is pressing her abdomen and he asks her reaction on this pressure. Then I ask Andrea to talk her about what has happened before this pain started. What is the medicijn? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Brionia zou kunnen. Maar Brionia voor de buik? Colosynthes, ja.
Colocynthus. En het kan bijna niet anders dan dat wanneer je Colocynthus gaat kiezen, dat er iets gebeurd is. Dat kan bijna niet in vraag en antwoord spel met mij en steeds een zinnetje. Dus dan kan ik het beter loslaten en tegen Andrea zeggen, zoek eens even uit wat er gebeurd is. Ga eens aan de praat met het kind. Kijk of ze kan praten. Kijk of ze met jou kan gaan praten. Wat is er aan de hand bij Colocynthus? Wat is er gebeurd met Colocynthus? Heel lang zorg gedragen voor de familie. Injustice. Het is een bakkerij. Nog harder. Het is een wat verbonden over. Ja, die is dan verbolgen, is kwaad over. Er is haar iets aangedaan, hè? Bij Colocynthus. Colocynthus is iets aangedaan en dat. Then there comes the story that her father has beaten her for no reason. She was sleeping and then her father came to her and beat her. Later on it turned out that she did not take her bath and that's why her father has beaten her. Colocynthus 30, and we encourage her to come to Andrea's place whenever it is needed. Er zijn bij tijd en wijle ook daar niet leuke mannen. Wat ik graag wil, is dat zij het idee zal krijgen, dat ze het idee heeft dat ze de veiligheid voelt. Als er met mij iets niet in orde is, dan kan ik bij dit huis naar binnen. Het is of bij Andrea of bij Lucie, zijn vrouw. Ik kan het niet inschatten, je kunt het ook niet uitzoeken. Maar dit kind moet dit huis voelen als een plek waar ze naartoe kan als het haar ooit te zwaar is. En dat zeg ik maar tegen Andrea, van leg er maar uit. Je kunt de houding van die vader kun je niet altijd veranderen. Je kunt er niks aan doen. Het enige wat je kunt doen is, bemoedig dit kind om, als ze ooit weer hulp nodig heeft, dat ze hier terecht kan. Dat is het enige. Ailments for mortification. Dat is het belangrijke. In het woord mortification, daar zit het woord more in. Ze maken je dood. Slaan for no reason. Abdomen pain, pressure, cramping pain. Colocynthus. I think she was the youngest patient ever coming alone and searching for help. The case was so easy and at the same time so very impressive. Just for the theory, one can classify this case as a keynote essence case. Alles draait om de cramping pain beter door dubbel buigen naar mortification. Mortification is de causation. Cramping pain is de klacht. Beter door stevige druk is de modaliteit. 22 januari 2012. She was better, but now it has started again. Abdominal pain, Colocynthus 30. Deze casus maakt deel uit van een serie Colocynthus casus. Ik heb een keer alle Colocynthus casus op een rijtje gezet. Op die manier zijn er vele waarbij je steeds dezelfde thematiek ziet. Er is mortification, dus krampende pijn, beter door dubbel buigen en stevige druk. Bijna altijd zit het in de buik. Eén enkele keer in Nederland heb ik het gezien dat er een kramp, dat er een blaasontsteking was met krampende pijn, beter door dubbel buigen en stevige druk in de blaas te geven. De dame die het had vertelde het met zoveel woorden. Ik duw hard in mijn blaas terwijl ik zit te plassen. Zo hef ik die krampende pijn op. Het zit hem dus meer in de karakteristiek van het symptoom, niet altijd in de locatie. Al is mijn ervaring dat Colocynthus bijna altijd buikklachten heeft.